Welkom bij weer een leuke nieuwe tutorial. Deze keer ga ik laten zien hoe je deze leuke abstracte print kunt maken. Deze print die kun je op allerlei manieren toepassen met allerlei leuke kleurtjes en verschillende aspecten om een beetje wisselend te maken. Nou, ik heb alvast twee gekleurde ondergrondjes gemaakt om te werken op een mooie nude ondergrond. Nou, ik heb hier al een beetje witte gel polish op het paletje aangebracht. Nu nog een beetje groen. GP203 is dat. Een lekker fel roze kleurtje. GP174 is dat. En een mooi blauw kleurtje, GP173. Nou, zoals je ziet, drie leuke kleurtjes bij elkaar die lekker fris worden door dat wit. En als extraatje doe ik ook een beetje zilver erbij. Dat is GP17. Nou, het zijn hele hoge geconcentreerde lakken, dus je hebt niet veel nodig. Nou, met de Oval 2 penseel trek ik eerst een soort van lijnen. En nu de roze. Ik wil natuurlijk niet dat die al heel ver gaat uitlopen. Dus deze twee ga ik alvast bewerken en uitharden. Gebruik ik het ombre penseel. En daarmee zorg ik ervoor dat die lekker speels een beetje gekkig uitloopt. En dit hard ik vast eventjes uit, zodat de lijnen niet tegen elkaar en door elkaar kunnen lopen. De witte aan de buitenkant. Ook deze bewerk ik dan alvast een beetje met het penseel. Dan krijg je dat leuke speelse effect en die hard ik even uit. Daartussenin breng ik een klein beetje dropgel aan. En daar tekenen we een leuke animal print in. Geeft weer een ander effect aan je design. In die natte dropgel teken ik de animal print zodat het mooi gaat uitlopen. Heel even geduld hebben tot die mooi is uitgelopen. Ondertussen zal ik ook alvast een klein beetje van die zilveren aanbrengen. Hier aan de zijkant. En ik doe hem tussen het roze en het blauwe in. Nou, dan zie je dat die ondertussen ook al zijn uitgelopen. Die hard ik ook uit. Bij deze eerste animal print vond ik het leuk dat hij mooi uitliep. En met de tweede wil ik juist dat hij wat strakker en meer blijft staan. Een soort koeienachtige print. Dan gebruik ik de liner gel, zo'n wat stevigere gel waar je mee kunt designen. Die zal niet uitlopen en daar kun je mooie fijne dingen mee tekenen die meteen ook mooi hoog gepigmenteerd zijn.
Kijk, zoals je ziet loopt het helemaal niet uit. Dan krijg je weer een heel ander effect. Nou, deze harden we ook uit. Het zijn meerdere laagjes naast elkaar, over elkaar en door elkaar heen. En na het uitharden zijn alle onderlagen mooi klaar. Dan lak ik hem af met de Next Top Gel. Een fijne, stevige topcoat die alle oneffenheden mooi egaal maakt. En dat is wel heel fijn als je zo met meerdere laagjes werkt. Zodat het toch uiteindelijk mooi één geheel is. Nou, deze hadden we 60 seconden uit in de LED-lamp of 2 minuten in de UV-lamp. Nou, zoals je hier ziet kun je dus op allerlei manieren combineren. Dus ook met bruin tinten, blauw, groen en zoals hier de mooie roze tintjes. Echt op allerlei manieren kan het. Dus ik zou zeggen, ik daag je uit voor leuke combinaties. Mocht je onze designs hebben gebruikt, de inspiratie, mag je ons ook altijd taggen in je post op social media. Want dan kunnen we je eventueel delen of reposten. Altijd leuk natuurlijk. Nou, vind je het leuk om geïnspireerd te worden door deze leuke designs? Abonneer dan zeker op ons kanaal, zodat je altijd op de hoogte kunt zijn van de nieuwste video's. En wie weet zie je binnenkort wel leuke andere nieuwe inspiratie. Heel veel succes en wie weet tot de volgende.